things true. And look peaceful. What we need to do is to acknowledge the fact that oppression did actually occur, that we will live years of our lives without knowing who our lover will be. I might as well be celibate until the war arrives. Give a woman a name that will make her a fighter, at least so she will be remembered. Why do you complain about being woken up by calls to prayer 5 times a day? Don't be all proper and remember it. The details of your betrayal. We will come to the realization that people will make laws to instruct you how to live 20 years of your life or how to satisfy your cravings for companionship. She said I was having nightmares and described it, and through parallel histories of teardrops and bad decisions down my throat. Like how all those immigrants went from Rotterdam to New York City back in the day, how they all assimilated back in the day. Your country must have been sexier during the dictatorship. At least you made her presence known. Capitalism and patriarchy will fuck until the world is blurry. Can you believe that people actually work and get married here? I supplied all those people with a generation of sweet boleros, what Carlos Santana said in San Francisco in the 1960s. Bueno, quiero que vayas a la casa de tu puta. Go to the house of your whore. This is conceptual, experimental poems about a brown working class writer here in Rotterdam, about myself. I feel more impure these days. Or how do you know if you qualify for the keys to the palace? You won't be so arrogant when earthquakes remind you of childhood.
It is better to be to eat at the dinner table. I gave her two kisses on the cheek, Gabriela, when I left the city. The first thing I saw was a man suffering. At this point of my life, 32 years old, I deserve somebody. Why not? Why did he come to this rich country of Netherlands? Better yet, no orgasms yet. Sexually frustrated stares. We are sweaty and smell. I watched Israel confiscate 3 million olives last night. Does it matter that in Belgrade, the Yugoslavia woman yelled at me in the rain? Perhaps you will marry and forget about ethics. She told me she wanted to kill herself to commit suicide in Montreal, said Maria. We make love in an alleyway, a broken high-heeled shoe. The French woman feeds me crepes in Montreal, downtown. I was told that oral sex is not heaven, that a lover of mine will be classist, that George Floyd will make people in Iran, Tehran light candles, that I feel invincible, and these days I prefer constant state-sanctioned climatic fornication. A beautiful woman is more important than equality. In other words, the true protagonists are your genitals. The orgiastic drive to have a superstructure obeying laws, if you will. My non-noble conclusions is we will be joyful. Take the opportunity to come to Rotterdam, settle the fuck down. Make your Mexican parents happy. Godmother of classist feminine laughter. Sedate us to silentness. Aroused, she calls to measure solidarity, like my median feet. History is an aphrodisiac. Apparently, most of San Francisco was not there in the first place, and apparently most of Rotterdam was not there either. Thank you. Heel kort gedichtje. De piramide van masculin. We gingen witte boorden, we verlaagden onze stemmen wat octaven, totdat we konden maatstaven. We werden vrij, we kregen macht, alleen we verloren onze pracht. Kort maar krachtig, maar dat betekent meer ruimte voor de volgende dichter. Zitten we weer op dezelfde plek hier voor jullie. Waar moet ik nou mijn haar losgooien? Ja! Ik wil beginnen met een tekst die door Remco Kampert is geschreven. Ik ben het echt helemaal kwijt. Ja. Die trof ik op in een opname van NPO Extra en ik deel hem graag. Licht van mijn leven. Het levenslicht zag ik in Den Haag. Maar in Amsterdam, van Egenlaan 7, te midden van dichters, Lutjebers, Schaterlach, Schierbeeks, Hikkende Lach, ik zag mijn woorden met het licht dat mij niet meer verlieten, trouw door dik en dunner dik. Na zoveel jaren loop ik nog even door. De straten van datzelfde Amsterdam tot in een knipperend ogenblik het leven me loslaten zal. Laat me dan. Dat moment gekomen, opnieuw nog even zweven boven het stedelijk, dat verder al hoger, boven de bomen in het Vondelpark, waarna ik mijn tijd opgeheven voor eeuwig uiteenval. Me verenig met het fijnstof van de stad, met de spiegeling van het zonlicht, in het water van de gracht, en wordt meegenomen met de glimlach en de dromen van het meisje dat ik eens op een tramhalte zag. Remco Kampert. Ik heb intussen een bundel uitgegeven. Die bundel opent met een gedicht. Dat was een uitzending. Heb ik geschreven naar aanleiding van een uitzending op NPO Extra ook. En dat ging over vier oude mannen. Grijs haar, het was. Vier oude mannen die spreken over vriendschap. Een mooi gesprek tussen achtergebleven vrienden. Van Dis, Van Dam, Blokker, Notenboom, sprekend over Mulisch en zijn obsessie, zijn lijden aan het eeuwigheidssyndroom. Is het omdat de schedel krimpt, zo ruimte maakt voor verzachtende plooien, het rijke binnen verhullend, het buiten verrommelt, gezichten vervagend in slappe zinnen? Mannen op leeftijd lekken langs alle kanten, dwalen traag af, lispelen over vroeger, over versterving en het leven gedogen. Het vitale van mijn kleinkind is de hoop.
Mijzelf herken ik in de houding van mijn zoon. Tussen mijn vaders rimpels zie ik mijn ogen. Dank u wel. Dankjewel. Avond applaus. Maar we mogen ze nooit uit elkaar halen. Dus hier voor jullie ook Jan Wagenaar. Hoe lippen Alma een muur beroeren? Een vrouw die fluistert, zacht mompelt in een taal, ik luister, ben vreemdeling in haar taal. En nu woont ze hier, voor even, spartelt, lachend, redt zich met lippen die een muur beroeren. Dit is namelijk naar aanleiding van een Vietnamese dichteres die een week of zes bij ons in het benedenhuis woonde. Goed, en dan tot slot iets heel anders. We hadden het gehoord, we waren het eens, laten we dat afspreken. Geen van allen die we spraken, allen hoorden het anders. Laten wij afspreken, dat we dat afspreken. Hoe wij het gehoord hebben. Dankjewel Jan. Fred heeft hier de foto. Fred heeft de foto, dat is mooi. Wat draait toch? Dan kunnen we door met Jos de Klerk. Mag ik boven. Adviezen voor gewetenloze chagrijners die zichzelf harde mannen voelen. Zeg nooit de waarheid, die wordt toch niet geloofd. Steek de zware door de gaten in de kist, doorsteek illusies. Doe niets, maar denk aan wat je zou kunnen doen. Vind geen nieuwe liefde, ze slijten te hard. Koop een lustobject en steek je huis in brand. Eet nooit van een barbecue, stop helemaal met eten, alles vervuilt. Drink je laveloos en verban sterke drank. Schiet op de mannen die het verdienen beschoten te worden. Gebruik een katapult en harde erwten. Laat bloed vloeien, laat geen bloed vloeien. Stof de gedachten af van eergisteren, ze zijn nu pas actueel. En denk, besteed je denkwerk uit aan de nieuwe gekken die ons, een paar van nieuws, vertegenwoordigen. Zorg dat ze stijf staan van angst de verkeerde dingen te doen. Laat ze alleen de problemen oplossen die ze veroorzaken. Laat ze net zo koud als ze jou laten. Laat ze vallen, maar dan wel van verheven gedachten. Hak alles af wat uitsteekt. Steek alles uit wat afsteekt. Koel je woede op de kinderkopjes. Sla ze met de vlakke hand tot moes. En met de vuist tot bloedens toe. Dat zal je leren. Leg de dijken en de kaders aan, zodat de wal het schip. Ga met vakantie niet naar de zon. Ga naar de bliksem. Verdrink met een vakantieeiland. Koop genegenheid per voordeelpak. Wees bescheiden. Neem geen genoegen met minder dan alles. Niet mis te verstaan. Waarschuwingen moeten worden misverstaan. Zorg dat je verlangens passen binnen je budget. Zorg dat je budget toereikend is voor geluk. Gooi je geld weg. Waarschuwing. Wij werken met fake profielen. Schrijf mij als ik terugschrijf. Is dat niet bestaand poeslief. Zo wil je het horen. Zo wil je het niet horen. Alles stopt een keer. Vaak met een harde klap. Eigen schuld. Stop. Ik sleurde het dal in op een zoektocht naar in de schoenen maakt het er niet makkelijker op. Zeker weten, van hier vertrek ik met lege handen op een weg die naar weinig meer leidt. Maar dit momentum, van dit moment kan me niet meer afgenomen worden omdat het nu op papier staat. Ik besta. Of heb een tastbare poging gedaan tot mag ik dan nu even rustig mijn drankje opdrinken voor ik verder loop naar het volgende lege glas. We gaan om 10:50 gaan we verder met het laatste blokje. Dank jullie wel.